Glennis Grace zorgde woensdag voor een grote verrassing door op Instagram een roadtrip aan te kondigen met Anouk en achtergrondzanger Rob de Nijs. Al op de eerste dag zorgde Glennis voor controverse met een raar filmpje vanuit een Franse supermarkt. Anouk is tot nu toe al die dagen uit beeld gebleven in Glennis' stories op Instagram. Nu, 3 dagen na dat filmpje vanuit die supermarché, komt Anouk voor het eerst in beeld. Glennis laat in haar stories zien hoe ze met Anouk en Rob in de auto zit. Terwijl Glennis en Rob voor in de auto lol hebben met elkaar, zondert Anouk zich van hen af op de achterbank. Naast dat ze nogal chagrijnig kijkt, valt ook op dat ze haar oordopjes in heeft. Kennelijk zit er ook voor Anouk een maximum aan wat ze kan verdragen aan Glennis en haar gegil. Waar het drietal naartoe onderweg is mogelijk is dit het einde van hun roadtrip naar Frankrijk is onduidelijk. Anouk en Glennis hebben elkaar leren kennen bij het van de buis gehaalde seizoen van The Voice of Holland. In korte tijd ben ik heel gek op haar geworden, zei Glennis in een interview. We zijn natuurlijk ook een beetje dezelfde types, dus ik wist dat het zou klikken. Kennelijk is dat wederzijds, want Anouk is momenteel de enige artiest die samen met Glennis gezien wil worden. Of Anouk daar goed aan doet is nog maar de vraag. Anouk krijgt op de socials in elk geval wat kritiek te verwerken. Mijn haren rezen mij ten berge. Jij met Glennis Grace in een supermarkt in Frankrijk? Glennis geeft weer een trap na IVM met die knokploeg bij de Jumbo. Je denkt niet eens aan de slachtoffers. Zeg mij wie je vrienden zijn, dan zeg ik wie jij bent. Een hypocriet, twittert Maria bijvoorbeeld. Glennis moet in oktober voor de rechter verschijnen vanwege haar wangedrag in de Jumbo. Thank you.